Steven Nieuwendaal, heb jij een verklaring voor wat er vanavond is gebeurd? Nee, ik sta eigenlijk nog perplex van wat hier gebeurd is. 1-5 verlies op eigen veld in de tweede helft, ja, dat heb ik zelden meegemaakt. Een start van de wedstrijd die volgens mij gewoon prima was van jullie kant. Jullie komen snel op voorsprong, hebben kansen op meer en uit het niets slaat het dan om. Ja, wat je zegt. 1-0, goede goal. Dan hebben we kans op 2-0. Dan hebben we nog wat kansjes. En in één keer, vanuit de eerste actie die zij eigenlijk over de middenlijn komen, een rebound zit erin. Ja, die tweede goal, die vliegt ook aardig binnen. Ja, en dan stort het bij ons helemaal in. En, na het eerste half uur is het gewoon compleet in elkaar gestort. En in de tweede helft, dan wil je nog alles of niks gaan spelen. Op het moment dat we alles of niks gaan spelen, worden we gewoon weggecounterd. En staan gewoon met 1-5 achter op eigen veld. Hoe kan het dat het binnen een helft zo kan omslaan? Ja, dat is een goede vraag. Net zoals ik net al begon, ik sta hier wel een beetje perplex van. Dit had ik niet verwacht. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. In één keer de tweede helft is eigenlijk als een kaart thuis in elkaar gedonderd. Terwijl het de afgelopen weken zo goed ging met jullie, er werd gezegd Sparta staat niet alleen bovenaan, maar speelt eindelijk ook als een kampioenskandidaat. Ja, dan overkomt je dit. Ja, dat je leuk speelt is één. En, de eerste half uur spelen we ook wel leuk. Alleen op het moment dat we even niet meer leuk spelen, dan worden er ook andere dingen gevraagd. En, als ik kijk naar hoe we die tegendoelpunten krijgen, ik vind het niet zo erg als iemand een tikje uitdeelt. Want dit hebben we gewoon over onszelf afgeroepen. Zo. Jullie zijn te lief. Ja, ik denk het wel. Zeker bij 1-3, 1-4. Ja, dan mag er wel een keer iets uitgedeeld worden. Ik weet wel dat het misschien niet altijd netjes is. Maar 1-5 de boot in gaan in eigen huis is ook niet netjes. Dan krijgen jullie die twee tegendoelpunten in de eerste helft. Daarna hebben jullie eigenlijk niet meer gezien. Is het dan toch ook de teleurstelling waar jullie blijkbaar moeilijk mee kunnen omgaan? Ja, teleurstelling weet ik niet. Kijk naar die 1-3, zoals ik al zeg, dan is het lastig. Ja, bij 1-4, 1-5, dan weet je, dan zijn er nog 20 minuten te spelen. Ja, dan denk ik dat de illusie langzaamaan weg hebt dat je nog gelijk gaat maken. En dat is dan ook wel te merken. Want ik denk dat de tweede helft het elftal een beetje lam geslagen was na die tegengoals. En nu? Ja, en nu snel vergeten en weer doorgaan. Alleen dit dreunt wel even na, denk ik.